Wist u dat een groot deel van de extra uitgaven die dit kabinet heeft toegezegd aan Defensie via een broekzak-vestzakconstructie direct weer terugvloeien naar het ministerie van Financiën en naar de algemene middelen en dus helemaal niet ten goede komen aan onze militairen? Dat komt door de boete die wordt opgelegd bij vervroegde uittreding. Militairen gaan vervroegd met pensioen, dat is sinds 2010 al van kracht, die regeling. Maar dan wordt er ook een boete betaald omdat ministeries in algemene zin een boete moeten betalen als zij mensen vervroegd met pensioen sturen. Alleen bij Defensie is het dan ook eens een keer wettelijk verplicht dat mensen vervroegd met pensioen gaan. Dus dat is een botsende regelgeving, waardoor het lijkt alsof er meer geld naar Defensie gaat, maar eigenlijk minder terechtkomt bij de militairen. En wij willen daarover een debat. We hebben een AO, een algemeen overleg, aangevraagd vandaag in de commissievergadering over Defensie. Een beetje een technisch kamerverhaal. Maar dat zijn de lange wegen van de procedures die wij hier dagelijks doorlopen om uiteindelijk bij een VAO terecht te komen, een voortzetting van zo'n algemeen overleg in de plenaire zaal, waar wij dan een motie kunnen indienen om deze regeling nog dit jaar af te schaffen. En dat geld, dat Defensie, dat gaat om honderden miljoenen, elk jaar als boete moet betalen voor de vervroegde uittreding van militairen aan het ministerie van Financiën, terug te laten vloeien naar het ministerie van Defensie, zodat het ten goede kan komen aan de bouw van betere kazernes, een compensatie voor Vlissingen en voor Zeeland en talloze andere zaken die te maken hebben met onze veiligheid en het welzijn van onze militairen. Kijk even mee. Ja, dit is het punt dat wel breder leeft. Ook de heer Kerstens heeft daar een keer een motie over ingediend, speelt ook in de Eerste Kamer. Daar hebben wij het recent nog geagendeerd sinds 2010... De regeling vervroegde uittreding, maar is ook met een boete die het ministerie van Defensie betaalt aan het ministerie van Financiën. Komt in de algemene middelen terecht, gaat naar onze inschatting om honderden miljoenen nu opgelopen. Wij denken 742 miljoen, maar misschien dat is in ieder geval één thema dat we willen bespreken met de minister. Welk bedrag gaat het om en kunnen we dat niet stoppen, restitueren? En eventueel gebruiken voor een van de zaken waar nu bij Defensie tekorten voor zijn. En zelfs misschien speciaal gericht op situatie in bijvoorbeeld Vlissingen zou ook nog een optie kunnen zijn. Dus meerdere thema's die hier samenkomen. Ik wil graag een AO daarover plannen. Met de bedoeling om ook een VAO nog in mei te kunnen doen. Voordat de voorjaarsnota definitief wordt afgetikt. Om te kijken of we dat meteen kunnen afdwingen. Ik ga eerst even kijken of er steun is voor het houden van een algemeen overleg. Dat de rest kan tijdens het algemeen overleg, als dat gepland wordt, dan eventueel geregeld worden. Was het ook een verzoek om dan nog een brief? Want er ligt natuurlijk nu geen stuk. Ik weet niet of dat... Het is niet per se nodig. We weten gewoon hoe de situatie is. Ik heb net wel ook Kamervragen ingediend om een aantal cijfers te krijgen. Dus ook te checken welk bedrag het over gaat. Wat ons betreft gaat het om ongeveer 740 miljoen, denken wij. Maar misschien is het iets lager, misschien is het iets hoger. Het aantal militairen waar het om gaat en de mogelijkheden om dit zo snel mogelijk te stoppen. En het is wel gebruikelijk dat het aan de hand dan van een brief is, omdat ook de andere Kamerleden en iedereen dan dezelfde informatievoorziening heeft. Okay. Ik kijk even naar de heer Bosman, of er steun is voor zo'n algemeen overleg. Nou, voorzitter, het gaat over de RVU-heffing. Daar is regelmatig over gesproken natuurlijk. En ik denk dat het wel verstandig is om toch even de cijfers helder te hebben. De heer Baudet heeft gezegd, ik heb een aantal vragen gesteld. Dan vind ik het verstandig dat we eerst even kijken wat die antwoorden zijn. Want het zomaar optellen van bedragen is natuurlijk heel makkelijk, maar dat doet Trump ook. Die zegt, joh, de afgelopen jaren die je niet die je 2% hebt gehaald, is achterstallig geld. En dat is het natuurlijk niet. Dat is niet geïnvesteerd geld. En de RVU-heffing is een onderdeel van wettelijke wet- en regelgeving. Dus dat zit wat lastiger en complexer in elkaar dan even te zeggen, joh, wat er in het verleden is weggehaald met die RVU-heffing, moeten we maar bij Defensie tellen. Dus dat ligt wat complexer. Dus ik ben nog niet overtuigd om direct een AO te houden. Ik wacht even op de cijfers die de heer Baudet gevraagd heeft. De heer Van Helfert? Ja, ik vind het wel een heel terecht punt dat besproken moet worden. Ik ben ook wel even benieuwd welke bewindspersonen we daarbij dan aan tafel moeten hebben. In die zin zou ik een brief van het kabinet wel fijn vinden, want daarin kunnen ze zelf ook zeggen wie in het kabinet er nou eigenlijk echt over gaat. Want anders hebben we dadelijk een minister aan tafel die de hele tijd, of een staatssecretaris, die de hele tijd iemand anders moet verwijzen. Ja, dus dat zou, als we een brief krijgen, misschien goed zijn om even dat het kabinet ook aangeeft welke bewindspersonen zijn hier nou verantwoordelijk voor, want ik vind het absoluut een zeer terecht punt wat de heer Baudet aansnijdt. Mevrouw Karrebloed. Ja, voorzitter, ik denk dat het heel goed is. Beantwoording van die Kamervragen en ook een separate brief met beantwoording van een aantal vragen. En ik vroeg mij af of dat het praktisch gezien
we dat bijvoorbeeld zouden kunnen betrekken bij het AO-personeel, wat volgens mij gepland staat voor 23 maart, denk ik. Oh nee, staat er überhaupt? Oké. Ja. Was het probleem. Er stond eigenlijk niks aan. Mevrouw Karrebloed heeft even het woord. We kijken zo even wanneer er dus een AO-personeel is. Volgens mij is het nog niet gepland. Mijn vraag zijn of dat we, als we een datum hebben, dat daarbij kunnen betrekken. Want het gaat natuurlijk over personeel. Maar uw voorstel is om dan nu snel een AO-personeel in te plannen of een apart AO hierover? Meneer Baudet, ik vroeg even iets aan mevrouw Karrebloed. U krijgt zo nog weer het woord naar aanleiding. Oké, maar je hoeft niet zo onaardig te doen. Nou nee, maar volgens mij is het zo dat we niet door elkaar spreken. Dat bevordert volgens mij de discussie ook niet. Mevrouw Karrebloed. Als er binnen afzienbare termijnen, volgens mij moet dat een AO-personeel gepland wordt, dan zou mijn voorkeur daarnaar uitgaan. Als niet, Dan zouden we hierover best een AO, een korte AO mogen voeren. Ja, ik begrijp van de griffier dat er geen AO-personeel nog gepland is. Dus daar moeten we even naar kijken. Mevrouw Belhainat. Maar als meneer Baudet nog iets wil zeggen. Ja, in aanvulling op de wijze woorden van mevrouw Karrebloed. Meneer Baudet. Ja, mevrouw de Vries. Als u het woord wilt, prima. Dank u. Dan, en als mevrouw Belhainat het woord niet wil voeren, dan is nu het woord er nu. Super. Voordeel van een eigen AO specifiek hierover is dat we ook iemand van het ministerie van Financiën erbij kunnen betrekken. Terwijl als we het scharen onder personeelszaken, dan zit je weer. Barbara Visser heeft dat namelijk in de Eerste Kamer gedaan. Die zei van ja, daar ga ik helemaal niet over. Moet je bij AZ wezen, moet je bij Financiën wezen. Dus dat zou dan een argument kunnen zijn. Maar dit puur ter ondersteuning van uw wijze en woorden die, waar ik me geheel bij aansluit, die ik niet wilde ondermijnen of verzwakken. Mevrouw Belhaai. Ja, voorzitter, we hebben in het verleden inderdaad ook zo'n apart AO gehad. Inderdaad met iemand van het ministerie van Financiën, bewindspersoon. Ik denk dat het wel goed, ja, voor mij mag het zowel bij het AO personeel. Maar als dat betekent dat je niemand van Financiën hebt, dan denk ik inderdaad gewoon apart. Prima. Kijk nog even naar de overkant of de voorkeur is voor een AO personeel of een apart AO. Ja, ik vind dat het goed besproken moet worden, waar eigenlijk maakt me niet uit. Daarom zou ik zeggen, laat heel even een brief komen dat het kabinet ook zelf zegt, wie gaat hier nou uiteindelijk over? En dan kunnen we dat altijd of scharen bij een personeel. Als het niet, daar niet voldoende onder kan, dan moeten we het gewoon apart bespreken. Maar laat dan eerst heel eventjes, de info vanuit het kabinet komen. Maar dan is het verzoek voor eerst een brief en dan pas besluiten of een apart AO plannen of een AO personeel? Kijk even naar de heer Baudet. Nou ja, het leek mij een mooie doel wat wij ons kunnen stellen als commissie van Defensie, om dit voor de voorjaarsnota te hebben geregeld. Er lijkt in ieder geval kamerbrede steun ook voor te zijn om dit aan te passen. Dus, of in ieder geval misschien niet kamerbreed, maar wel brede steun. Dus we kunnen dat misschien parallel plannen. Een brief en tegelijkertijd gaan we gewoon over 2-3 weken zetten we die AO alvast met potlood in de agenda. Dat kan toch? Ik zie een meerderheid om in ieder geval een brief te vragen en ook een apart AO in te plannen. Dat vraagt dan wel wat dat die brief er dan ook voor die tijd is, maar dan gaan we dat zo regelen. Ja, fantastisch. De beantwoording van de Kamervragen. Ja, en u heeft de Kamervraag gesteld. Ja, die heb ik die moeten gesteld. Er eerst ook zijn, de beantwoording van de Kamervragen, voordat het AO... We kunnen het verzoek laten uitgaan, gekoppeld aan het verzoek voor een brief, om ook in die brief die Kamervragen mee te nemen. Ja, prima. Gaan we dat zo doen? Ben je het eens met Forum voor Democratie? Like dan deze video. Subscribe op ons kanaal en word lid van Forum voor Democratie via fvd.nl. Voor maar €25 per jaar ben je onderdeel van onze beweging. Krijg je toegang tot unieke content en unieke events. En help je ons de grootste partij van Nederland te worden. Ga naar fvd.nl.